Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Volkspraat op RTV Sternet. Vanavond hier te gast voor u de heer Peter van Vlaanderen van de fractie van Leefbaar Haaksbergen en Harry Belshoff van D66. Heren, welkom beiden. Ja, dankjewel. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Afgelopen vrijdag heeft er in de krant, Twansia, heeft er een stuk gestaan over mogelijke staarsteun met het project Frankenhuis. En ik zou toch graag even wat willen citeren vanuit de krant. Kijk van. Het gaat over de heer Marcel Diepemaat, de wethouder. En hij zegt het volgende. Volgens wethouder Diepemaat loopt de gemeente Haaksbergen geen risico. Uit eigen onderzoek heeft het college geconcludeerd dat er bij deze deal op geen enkele manier sprake kan zijn van staarsteun. Wel vraagt Diepemaat zich af wat het belang is van de twee raadsleden. Wat jammer is, is dat volgens mij de twee raadsleden Haaksbergen hiermee geen dienst bewijzen. Stel dat ze gelijk krijgen, wiens belang dienen ze dan? De procedure kost hoop tijd en geld. Ik zie niet in wat het algemeen belang hiervan is. Zeker niet voor de burgers van Haaksbergen. Ja, heer, ik zou zeggen, leg dat eens even uit. Nou, allereerst dank zeggen dat wij hier vanavond mogen zijn. Want we hebben al begin januari een interview gegeven aan Twansia. Ja. En daarin hebben we ons hele verhaal ook helder en duidelijk kunnen maken. En we staan ook verbaasd dat de heer Diepemaat hier nu deze uitspraak doet. Mm-hmm. En we zijn op dat gebied weinig wederhoor gehoord. Want, ja, dat belang, we hebben het uitgelegd aan de krant, mm-hmm, waarom het gebeurd is. Wij doen het in belang van de gemeenschap van Haaksbergen. Daar is heel veel geld voor betaald. 7,2 miljoen euro. Totaal, 7,2 miljoen euro. Mm-hmm. En dat is een van de redenen, omdat we, ik ben als raadslid, ik vind dat veel te veel. Ja, inderdaad, we hebben, denk ik al, ja, het was eind december was het zelfs, ja, een uitgebreid interview gehad met de heer Geul van de Twansia. En tot vandaag de dag, tot onze verbazing, heeft er niks over in de krant gestaan. En wij hebben niet alleen deze zaak aangekaart in Brussel, we hebben een viertal zaken aangekaart in Brussel. Maar goed, dat terzijde. Kijk, waar het hier om gaat is, wij vinden het prima dat er op het Frankenhuisterrein gebouwd gaat worden, graag zelfs. Maar de gemeente heeft dat terrein gekocht voor 7,2 miljoen, mm-hmm, om Frankenhuis te verplaatsen. Terwijl eigenlijk, als je gewoon kijkt naar de hele financiële onderbouwing, helemaal geen reden was om zoveel geld te betalen. En ik heb hier meegenomen een raadsbesluit van de gemeente Oldenzaal, ja, die dus begin van dit jaar ook een stukje grond heeft gekocht, midden in het centrum, mm-hmm, van een bedrijf wat wegging. Even groot als dat de gemeente Haaksbergen van Frankhuis gekocht. En daar betaalt de gemeente Oldenzaal 2.900.000 euro. Dat is 4 miljoen minder voor die grond als de gemeente aan Frankenhuis betaalt voor die grond. Mm-hmm. En dan kun je wel zeggen, de gemeente gaat het doorverkopen aan Dura Vermeer en krijgt dus een deel terug. Maar hier is het zo in Oldenzaal dat de gemeente zegt, wij hebben de grond, wij gaan een bouwrij maken en geïnteresseerden kunnen kopen van ons, want we willen graag het centrum bevolkt houden. We willen de mensen in Oldenzaal terug, of houden zeg maar, staat ook een stuk. We willen dat in feite het bevolkingsaantal op peil blijft. Ja. En als we nou kijken, in Haaksbergen komt alle grond terecht bij projectontwikkelaars. En projectontwikkelaars die hebben maar één ding, dat zijn bedrijven. En dat is terecht overigens, dat is een goede recht. Maar die willen verdienen aan de grond. Ja. En hier is het ook nog een keer zo, dat de vrije markt iets kans heeft gekregen. Haaksbergse bouwbedrijven zijn gewoon buitengesloten om te mogen bouwen. Is dat zo, ja? Is daar berichtgeving over geweest dan? Nou, er is één bouwbedrijf die heeft zich rechtstreeks tot de raad gewend twee jaar geleden. Bouwbedrijf Weilens, en heeft aangegeven. We hebben gehoord dat deze grond verkocht gaat worden aan Dura Vermeer. Wij willen graag in aanmerking komen. En die hebben een ijskoud briefje terug gehad van meneer Diepemaat en zijn collega's. U komt niet in aanmerking, want wij hebben een deal gesloten met Dura Vermeer. Oké. Okay. Even voor alle duidelijkheid. Hè? Wat is nou ongeoorloofd staarsteun eigenlijk? Het is nou een begrip wat hier in de krant staat. Maar kun je beide eens uitleggen wat het inhoudt eigenlijk? Überhaupt? Ja, heel simpel. Staarsteun wil zeggen is dat je geld, belastinggeld, geld van de overheid geeft aan bepaalde bedrijven, zodat die bepaalde bedrijven ten opzichte van andere bedrijven een concurrentievoorsprong hebben. Mm-hmm. Dus bedrijven krijgen geen gelijke kans om zaken te ontwikkelen. En ja, dat betekent dus dat bepaalde bedrijven wel de mogelijkheid krijgen om iets te maken en andere bedrijven niet. En alle bedrijven die willen graag mensen aan het werk houden. Dus voor die bedrijven is het belangrijk. Maar een ander aspect daarbij is, een gevolg daarvan is, als er een gezonde concurrentie zou kunnen zijn, dan zou dat kunnen betekenen op de kopersmarkt dat degene die willen kopen, dat die ook wat te kiezen hebben. En dat die ook wat te onderhandelen hebben. En nu hebben ze niks te onderhandelen. Er is één projectontwikkelaar. En daar kun je van kopen wat je wil. Dan wil je het muurtje centimeter of 10 naar rechts hebben.
en dat past een beetje dus buiten zijn plan dat hij gemaakt heeft, dan moet je daar flink voor dokken. Ja. Komt dan bij dat je met projectontwikkelaties, dan ben je afhankelijk van hun projectje, hun bouwdoosje veelal. Ja. Dat betekent dat hun woning die zij uit hebben gedacht, waar hun maximale winst, maximalisatie in zit, maar niet wat de consument, dat is de bewoner van Haaksbergen, wenst. Ja. En dat is veelal, die wenst bepaalde zaken anders. Kijk, ook wij als fractie, ook zelf strijden al jaren ervoor, dat met name de vrije kavels, dat er veel meer zou moeten zijn in Haaksbergen. Het beste project wat we nu weer zien, dat is op het oude gemeentewerf. Als je daar nu ziet wat voor leuke woningen daar zijn gekomen, allemaal voor starters voor Haaksbergen. Kijk, we hebben daar ook echt heel hard aan getrokken om dat voor elkaar te krijgen. Want in principe staat daar ook al een project hier op ontwikkelaar op de Azen. Dat moeten we dus niet. Wij zijn veel meer voor de vrije markt, maar ook voor de inwoners van Haaksbergen. We hebben hier een grondpolitiek waarin Haaksbergenaren op een lijst komen. Ja. Kunnen ook aanspraak maken op een stukje grond. Ja. Nou, als ze aan de beurt zijn. Nou, op dat moment zorg je er ook voor differentiatie. En betekent ook dat je ook je sociale woningbouw, die kun je dan gezamenlijk veel meer plannen. Want nu als een projectontwikkelaar, die plant op het slechtste stukje grond ook de sociale woningbouw. En dat is dan, dat is Haaksbergen in principe niet meer gediend. Nee, maar als ik het goed begrijp, als jullie worden, dan houdt het dus in, wat jullie aangeven, is dat eigenlijk de huizen die daar opgebouwd gaan worden, die zullen in principe dus te duur gebouwd worden. Ja, om daar een voorbeeld te noemen, de Veldkamp Hof hier vlak om de hoek, wat collega Belzen al net zei, waar mooie huizen worden gebouwd, dat is toch een grondprijs die ver over de €200 de vierkante meter ligt. Mm-hmm. De gemeente, om maar een ander voorbeeld te noemen, de gemeente Volendam-Edam, zit natuurlijk met hetzelfde probleem als heel veel gemeentes. De bevolking krimpt, hè. Dat wil zeggen, steeds mensen worden oud en jonge mensen zijn er steeds minder. En als jonge mensen er zijn, ja, dan heb je ook kans dat ze ergens anders gaan wonen vanwege werk of omdat ze een betere huisvesting krijgen. Die gemeente die biedt momenteel tegen een soort inkoopsprijs grond aan in zijn eigen gemeente om jonge mensen daar te kunnen laten bouwen. Ja. Nou, het Frankenhuisterrein was natuurlijk een prachtige gelegenheid geweest om te zeggen, wij willen niet maar constant winst maken overal op als gemeente. Nee, we hebben er belang bij dat we onze burgers hier houden, vooral jonge mensen. Die blijven lid van verenigingen, die blijven hier werken. Die zijn goed eigenlijk voor de sociale samenhang. Dat is nou een mooi object om niet te zeggen van, we willen weer miljoenen winst maken. Dat hebben we al op de Hassing Brink gedaan. Dat heeft miljoenen opgeleverd voor de gemeente. Waar ze gebleven zijn, maar Joost weet het trouwens, een ander verhaal. 13 miljoen afgeschreven, de Hassing Brink, om maar een voorbeeld te geven. Maar hier hadden we gewoon kunnen zeggen, geen winst maken, kostendekkend, grond verkopen. Zodat mensen, jonge mensen, ook binnen een redelijke prijsklasse kunnen bouwen. Want als je nou naar de banken kijkt, het is voor jonge mensen heel moeilijk om nog een grote hypotheek te kunnen afsluiten gezien de economische crisis. Dus het is eigenlijk gewoon een puur gemiste kans. Ja, oké, dat is dan helder. Kijk, als je als leek zijn en zeg maar een stuk leest, dan kun je niet anders dan constateren dat jullie eigenlijk gewoon helemaal niet bezig zijn met het algemeen belang te dienen, maar alleen maar tegen willen werken met staatssteun aan te melden, dit soort projecten. Ja, meneer Diepenmaat is heel goed eigenlijk in elke keer gewoon in de krant te komen en te zorgen dat wij dan geen wederwoord kunnen geven en dan de zaken vals voor te stellen. Als je trouwens zijn stukje goed leest, dan zegt hij, wij hebben het als college uitgezocht. En vervolgens zegt hij ook, en als er dan ooit een uitspraak mag komen, dan gaat het heel veel kosten en dat soort zaken. Nou, ik snap niet wat hij voor zorgen heeft als hij het goed uitgezocht heeft. Ja. Dan gaan wij volkomen ongelijk krijgen straks. Ja. Maar ik vond het ook al vreemd dat aan het einde van het hele stuk wordt Diepenmaat wel geciteerd. En ook bij mij was meteen al de vraag van waar is jullie stukje? Of zijn jullie het ermee eens? Wil je daarom niet reageren? Nee, we hebben niet gevraagd. Nee, wat we ervan vonden. Op die reactie van Diepenmaat zijn we niet gevraagd. En wij hebben ons verhaal ook aan de journalist verteld. Wat we vanavond hier kunnen doen, dat hebben we ook al gedaan aan de journalist van Tubantia. Oké. Wij wachten eigenlijk al meer dan 2 maanden op een goede publicatie van het Tubantia over wat er aan de hand is. Oké. Maar stel je nou voor dat er straks toch niet gebouwd gaat worden. Wat kun je dan als gemeente doen? Wat voor traject gaan we nou in dan als gemeente zijn? Nou, heel eerlijk zijn, het traject wat er nu op het ogenblik loopt, is dat wij het aangemeld hebben voor onderzoek naar staatssteun. Niet meer en niet minder. Ja? Okay. Meer kunnen wij dus ook niet. Ja. Onderzoek naar staatssteun. Dat doet Brussel. En ook om dat hele traject niet te frustreren, kunnen we daar ook geen uitspraak over doen. Ja. Laat heel duidelijk zijn, dat traject loopt nu, daar moet Brussel, die zal vandaag of morgen, zal daarop reageren, wat er aan de hand is. Mm. Wij kunnen geen conclusies verbinden van wat Brussel zegt. Nee, okay. Maar wat trouwens ook jammer is, dat vind ik, dat in het stuk niet goed aan de orde komt, dat er naast wat wij hebben gedaan,
ook nog een andere procedure loopt. Namelijk, de omwonende mensen hebben tegen het bestemmingsplan bezwaar gemaakt. En dat bezwaar ligt bij de Raad van State, het hoogste rechtscollege, bestuursrecht in Nederland, in Den Haag. En die procedure staat los van onze procedure. Ja. Want althans, van de procedure die wij hebben aangespannen. En het probleem wat er is, dat die zaak eerder gaat behandeld worden in Den Haag dan onze zaak in Brussel. Brussel duurt veel langer, dat is een groot geheel. En Den Haag is natuurlijk alleen voor Nederland. Dus het probleem zit waarschijnlijk al veel eerder bij de omwonenden die tegen dit plan bezwaar hebben gemaakt. Waarom hebben omwonenden überhaupt bezwaar gemaakt tegen het plan? Ja, dat zou je de omwonenden moeten vragen. Ja, ik denk het wel. Meestal is het omwonenden die hun leefgenot en dergelijke. Maar je zult specifiek, ze hebben ook in de commissie, bij ons in de commissievergadering, hebben ze ingesproken toen het bestemmingsplan aan de orde was. En beide, tenminste, onze fractie heeft tegen dit bestemmingsplan gestemd. Ja. Ook in het kader van dat er mogelijk staatssteun aan de orde was. Mm-hmm. En ook op naar het project, waar we heel, heel duidelijk zijn, dit is al teruggegaan van 132 woningen naar 109. Maar op een klein stukje grond komen relatief grote huizen te staan. Ja. Ja, met weinig ruimte. Bijvoorbeeld de werfheegte zorgt er ook voor dat het straks je kijkt er als een smal straatje in. Dat zijn, vind ik, ook gemiste kansen. Ja, okay. Ja, er zijn een aantal bezwaren, ook als dat een stuk privacy verloren gaat. Vanwege de hoogbouw die er voor een deel in zit, de verkeersstromen, de verkeersveiligheid, die naar de mening van omwonenden, wat ik begrepen heb, niet voldoende gewaarborgd zijn. Dus die hebben een diversiteit aan bezwaren ingediend. Ja, oké. Okay. Ja, je hebt net al aangegeven dat, over de jongeren, hè, dat het zo moeilijk voor jongeren is om hier een betaalbare woning te vinden en te krijgen. En ook dat het lastig is om een huis te kopen, überhaupt huren. Wat gaan jullie als twee politieke partijen hier nou aan doen dan? Er is echt wel een groot probleem hier in Haaksbergen. Hebben jullie daar ideeën over? Ja, wij hebben als fractie van LH pas geleden in de commissie Ruimte en Milieu het punt van jongerenhuisvesting aan de orde gesteld. Ja. Toevallig hebben we gisteravond met de leden van de commissie Ruimte en Milieu, waren we bij elkaar en hebben afgesproken dat wij volgende week, als we gewoon commissievergadering hebben, aan het eind van de vergadering met een klein deel van de commissie en het hoofd van de ruimtelijke ordening en gaan kijken of wij toch een bijeenkomst kunnen gaan beleggen binnenkort, om met elkaar tot een aantal plannen te gaan komen. Mm-hmm. Om toch eens een keer te zorgen dat we niet alleen maar jaarlijk praten over jongerenhuisvesting, maar dat we ook eens concreet iets gaan doen. Ja. Maar dan ook zodanige wijze dat zowel de huur als koop in beeld komt tegen ook betaalbare prijzen. Ja, en ben je het daarmee eens, Harry? Ja, nou, ik strijd al sinds jaar en dag ervoor dat met name bouwgrond komt voor jongeren. Want jongeren willen ook zelf wel iets bouwen. Ja, en die hebben ook best plannen. Er ligt nu ook een plan voor appartementen op de Velkamphof. Ik hoop ook dat plan gezamenlijk ook slaagt. Ja. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. De financiële mogelijkheden zijn voor jongeren op dit moment veel minder dan voor 5 jaar geleden. Ja. Daar moeten we gewoon rekening mee houden. En de economische crisis brengt ook met zich mee dat op mensen de doorstroming, ja, met name, ook veel minder op het ogenblik aan de orde is. In principe was het zo en toe van je bekocht een eerste woning, een statuswoning, en dan schoof je op. Ja. Nou, en die mogelijkheden zijn er op het ogenblik niet. Iedereen blijft een beetje meer zitten. Dus ook een beetje gebonden aan de financiële crisis die niet is, maar ook dat mensen geen financiële middelen meer krijgen bij de bank om naar een andere woning toe te gaan. Ja, en is er ook een mogelijkheid dat bijvoorbeeld dat de gemeentes bijspringen of zo? Zijn er regelingen voor? Ja, we hadden een statusregeling en die is beëindigd eigenlijk. Maar de provincie Overijssel die ziet ook dat het dus niet goed gaat. En die is ook bezig om de statusregeling als provincie nieuw leven in te blazen. En daar moeten natuurlijk colleges van BNW echt op inspringen. Ja, en wat meneer Diepenmaat betreft, die doet dat dus niet. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om dit toch aan de orde te stellen. En gelukkig, een aantal fracties, zoals van D66 en de anderen trouwens ook, die zeggen oké, laten we gewoon meedoen met elkaar. Ja. Kijk, we hebben de wijsheid ook niet in pacht, maar ik denk dat je gezamenlijk tot goede initiatieven kunt komen. Ja. En elke initiatief, en we doen ook het liefst, doen we dat met de bevolking zelf, met de jongeren zelf, ook met de starters zelf. Want die willen ook bouwen, die hebben ook idee wat ze willen bouwen. Ja. Kijk, dat is altijd top-down, dat is onze bedoeling niet. Nee. Laten we gemeenschappelijk proberen dit traject aan te gaan, maar dan ook echt iets realiseren. Ja. Kijk, die woningen op de Velkamphof zijn leuk voor die mensen die nu zijn. Dat is veel te weinig. Maar er zijn er maar een paar. Nou, we hebben dus al voorgesteld, deze plek waar we vanavond nu zitten, om in de commissie hebben onze fractie al voorgesteld om dit ook straks voor starterswoningen
Ja, dat is ook een best niet. Maar ook statushoudingen mogen op een leuke plek komen. Ja. En ik denk dat ook voor Haaksbergen heel belangrijk is dat je ook wat jongeren naar het centrum van Haaksbergen gaat. Ja, nou, anders krijg je zo'n alleen maar oude lullen. Bejaardenhuis, hè? Ja, bejaardencentrum. Ja. Volgens mij zijn we nog niet een, sorry voor mijn woordgebruik, maar nog geen oude lullendorp. We moeten ook nog jij bent een stuk jonger, maar wij zitten al heel aardig in die richting natuurlijk. Maar, maar het is belangrijk dat er ook heel veel jonge mensen gewoon blijven komen en ook weer terugkomen dus ja, en, want ook alle voetbalverenigingen en alles, alle verenigingen zou je kunnen zeggen, hebben het belang bij dat er jonge mensen zijn. Ja. Ja, kijk, de leefbaarheid van ons dorp, maar dat zie je ook in die kleine kernen, want het is niet alleen in Haaksbergen, maar in Sint-Isidorushoef en Buurzen, is hetzelfde aan, is het ook aan de orde. Ja. En daarin willen we ook graag willen zorgen dat Haaksbergen op dat gebied leefbaar is en blijft. Heren, we zullen het nauwlettend in de gaten houden. Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor vanavond.